En we zijn weer live. Zo, wat een mooi beeld zeg. Recht erboven. Eens even kijken. Nou, wat flauw. Ik zie dat hij op zijn kop is. Echt flauw. Wat ge... Oh. Ik word echt... Heb ik het echt zo netjes voor elkaar? Dat geloof je gewoon niet. Even denken hoe ik dat ga doen. Kijken of ik gewoon simpelweg kan draaien. Want het moet blijkbaar zo. Oh, dat is helemaal op zijn kop. Dat gaan we ook niet doen. Echt waar. Dan doen we het zo. Ja. En nog een klein beetje opzij. Lucie en Leontien uit Rome. Dan zijn jullie daar vast op vakantie. Ik ga ondertussen nog even wat verder met instellen, want zo. Nou, zo. Ja, zo is het wel goed. Voor jullie dan, hè? Voor mij niet, maar doe maar. Een klein stukje. Goed, ik hoor al een heleboel mensen zeggen, schrijven, hallo allemaal, hallo allemaal. Ik wacht nog heel eventjes een minuutje, zeg maar, voordat ik begin met wat we gaan doen vandaag. Ik neem ondertussen nog even een slok koffie. Laten we maar zeggen, cheers. Alles voorbereid, alles staat klaar. Dus we gaan er als een speer doorheen vandaag. Eens even kijken waar ik mee ga beginnen. Dat is dit. Even mijn iPad een beetje dichterbij zetten. Dan kan ik af en toe even een blik werpen. Zoals ik al zei, in de aankondiging van dit filmpje ga ik eigenlijk verder waar we de vorige keer zijn gebleven. En dat is met de stamp set, stamp and die set van Spellbinders. Cheers, of nee, het heet wine corks, dus de wijnkurken. Vorige week hebben we dat leuke label gemaakt. Die zal ik nog heel even pakken. Dat is deze.
De week ervoor. Nou, in ieder geval laat ik zeggen, de weken ervoor heb ik jullie laten zien hoe je papier kunt omtoveren in roest. En nou ja, er zijn wat meerdere technieken voorbij gekomen die ik nu allemaal ga samenvoegen in een leuke kaart, waarvan ik twee voorbeelden heb. De eerste, nou, het maakt niet uit welke ik als eerste pak. Er zit een leuk clipje op. Dat is deze met de keukentrekker. Heb je geen geluid, Monique? Even vragen aan jullie. Hebben jullie allemaal geen geluid? Oké, wel geluid dus. Dan ga ik gewoon door. Dus dit is de ene kaart. Een variant daarop is deze kaart. Nou, zoals je kunt zien is hier die keukentrekker. Nou, dat lijkt gewoon bijna echt. Maar dat geldt helemaal voor deze flessenwijn. En hoe gaaf passen die bij de wijnkurken? Nou, dat is een inkoppertje, toch? Dit is de kaart die ik voor onze Renate heb gemaakt. Die was afgelopen woensdag jarig. En ik heb hem nog niet geshowt omdat ik hem wilde bewaren voor deze video. En hier zie je dus dat verschillende technieken van dus drie filmpjes terug. Dus alle drie, de laatste drie filmpjes, die komen in deze kaart allemaal weer voorbij. Ik ga ze niet allemaal voordoen, want jullie zijn natuurlijk nu ondertussen gevorderd. Want die technieken beheersen jullie. Maar ik laat wel zien hoe je ze kunt samenvoegen dus. Want wat hebben we de afgelopen weken geleerd? We hebben geleerd hoe je de nieuwe 3D embossing folders van Tim Holtz door de machine moet halen om een mooi resultaat te krijgen. Dus dat mooie 3D resultaat. Ik heb ook laten zien hoe je dit resultaat krijgt met de blending brushes en de distress inkt. Dus dit is één onderdeel. Het volgende onderdeel, en dat ga ik nog wel eventjes laten zien, is het roestig maken van papier. En daarvoor heb ik weer uit een stukje verpakking deze uit deze set uitgestanst. Dus dit ga ik zo laten zien. En natuurlijk de laatste keer, was van dit label, de kurken. Dus die drie dingen die komen nu samen in deze kaart. Ik ga eerst eventjes deze roestig maken. Ik heb daarvoor deze keer burnt amber. Een klein druppeltje. De kobalt turquoise hue. Een klein druppeltje. En deze doen we straks. Oh, dan ben ik een penseel vergeten. Kijk of ik... Nou, ik heb er hier wel eentje liggen. Ik doe er even een klein beetje water bij. En wat ik dan nu als eerste ga doen, is deze, want ik kan die ondertussen eventjes drogen. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja, ik ben heel goed in beeld. Nou, dit is... Dat doe je gewoon een beetje random, zoals dat heet. Een beetje dikker en een beetje dunner. Een beetje mengen met de turquoise.
beetje bruin er nog bij. Die wil ik her en der wat donkerder hebben en her en der wat lichter hebben. Dus dat moet je vooral niet netjes doen. Nou, dan zijn we er wel zo ongeveer. Hier nog een beetje blauw. Een kloddertje hier. En een kloddertje daar. Even kijken waar hij nog een beetje te licht is naar mijn zin. Randjes meenemen. Altijd overal de randjes meenemen. Zo. Dat begint al ergens op te lijken. Ik leg hem even aan de kant. Zo. Zie je wel, dus geen rocket science, hè? Oh ja, de kaarten die ik jullie net liet zien, die heb ik gemaakt met de snijmal van Studio Light, een van de. Dat is deze. Maar die zijn uitverkocht en niet leverbaar. Dus dan dacht ik, ja, dan kan ik hem wel leuk voor gaan doen. Maar dan zeggen jullie van, nou, dat is ook leuk. Dan ga je iets voordoen wat niet meer verkrijgbaar is. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon een variant erop maken. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus wat ik heb gedaan is een basiskaart gemaakt van designpapier. Deze is van Keizerkraft, de Novel. Alle producten staan trouwens al in de webshop. Bij het filmpje onder Facebook Live. Ik heb hem gerild op de plek waarvan ik denk van nou, dat is prima zo. Een stukje bruin cardstock. Ik ga dat gelijk maar even doen, hè, want ik had al gezegd, we gaan er gewoon rap doorheen vandaag. Alles al voorgetaped. Ja, dit moet ik wel eventjes nu doen natuurlijk, want anders zou het overal in vastplakken. Behalve daar waar het moet. Zo. En die had ik dan zo gedacht. En dit stukje voor hier. En eigenlijk, het is natuurlijk leuk en die gekartelde randen van de ticketmal, daar gaat het helemaal niet om. Maar het hoeft helemaal niet per se. Want je kunt ook gewoon met je kaart, ik ga hem hier recht, kun je hele leuke aparte vormen maken. En zo maken we van de nood een deugd. En zo. Vervolgens ga ik hier dus de
ik wou zeggen de embossing folder, maar de embossing folder van Tim Holtz, dit is de Lumber. Ga ik gebruiken om hier weer op te doen. Overigens, voor de mensen die het niet weten, de toplaag, dat noem je matten. Dat mat je dus altijd op een achtergrond die net iets groter is dan je voorkant, zeg maar. Dus dit heet matten. Dus die komt daar bovenop. Nou. En hier gebruik ik dan lijm voor, omdat er zoveel relief in zit. Dus dan pakt hij ook de dieper gelegen delen. Zo. De kurken heb ik ook al gestempeld. Dat heb ik gedaan met de stamping tool. Want omdat je op kurk stempelt, die kurk is trouwens overigens ook leverbaar. Omdat je op kurk stempelt, kurk absorbeert natuurlijk. Behoorlijk. Dus ik heb hem 3 keer gestempeld met archival. En dan is die goed qua afdruk. De kurkstempel is wat groter dan dit formaat. Dat maakt niet uit. Ik ga hem gewoon opplakken. Zo. En dan laat ik de buitenkant van de kurken. Oh, het plakt heel erg. Ik doe hem even zo. De onderste lijn ik uit. En de buitenkant van de kurken valt over het papier heen. Kijk. Dit knip ik gewoon weg. En toen bedacht ik me, wat doe ik hier? Want dit kleeft wel echt heel erg. Nou, dat heb ik vrij simpel opgelost. Namelijk met... Ja, dit is een potje distress glitter waar ik nog had staan. Dus dat is wat grover en wat ruwer. Maar je hebt vast nog wel iets staan wat je daarvoor kunt gebruiken. Overtollig even eraf. Nou, het staat nog feestelijk ook. En het is opgelost. Janne, even naar de reacties kijken. Even naar de reacties kijken. Janne zegt, teksten staan in het beeld. Verf zie ik duidelijk. Zonder problemen. Kan het omgekeerd? Jij boven en verf onder. Dat begrijp ik niet helemaal, want het beeld staat recht. Ja, Hanni zegt de ticketman van Dus Doe Bedoe ook geschikt. Ja, gebruik vooral wat je hebt, hè. Prima. Maar ik laat alleen maar zien, je hoeft niet per se een mal te hebben om toch een kaart te maken in een apartere vorm. Want zo ben je er ook. Kijk, hij is nu al leuk. Goed, dan ga ik weer eventjes naar mijn hekwerkje toe. Daar komt nu een toplaag overheen. Dat doe ik met Transparent Yellow Iron Oxide. Even weer wat water erbij. Dan wordt hij nog wat meer transparant. En je krijgt gelijk het roesteffect. Vorige keer heb ik het met Conocogon Gold gedaan. Dan wordt hij wat, dan krijgt hij een andere roestige kleur. Maar zoals ik al zei, roest heb je in allerlei gradaties. Dus ik dacht, ik ga nu een keer iets anders doen. En dan zo dat hij weer bij dit ontwerp past.
Dus vandaar. Nou, je ziet, dat is zo gepiept. Ik heb geen water bij de hand, dus ik doe het even zo. Die leg ik weer even aan de kant. Stukjes jute. Die ga ik heel licht bewerken. Met deze verf. Om hem ook wat vintage te krijgen. Dat doe ik gewoon met mijn vinger. Wat ik wel gedaan heb, kijk, hier heb ik een beetje rommelig gemaakt, zo. En aan de zijkant haal ik wat draadjes eruit. En ik haal ook rustig in het midden een draadje eruit. Of ik haak hem gewoon een beetje open. Om hem wat rommelig te krijgen. Zo, hop. En de randjes, die knip ik dan ook wat rafelig. Deze had ik al gedaan. Deze nog niet. Ik moet oppassen dat ik niet te veel voorbereid, want dan kan ik jullie niks meer laten zien. En ook weer niet te weinig, want dan duurt het allemaal weer zo lang. Dus ik hoop dat ik nu een beetje op koers zit. Goed, ik doe gewoon met mijn vinger een beetje verf. En dan ga ik over dat jute heen. Geen dikke klodders, gewoon een beetje. Een beetje her en der. Hetzelfde verhaal, beetje meer, beetje minder. Dat is die. Zo. Dit stukje had ik hier bedacht. Dus die ga ik nu opplakken. Dan ga ik daar de lijm voor gebruiken. En hier ga ik even naar kijken. Want hier ga ik die compositie mee maken met de wijnflessen. Dus die ga ik nu eerst eventjes erbij pakken. Die wijnflessen, maar ook de kurkentrekker. Ik zal het even uit de verpakking halen, want dan schittert het niet zo. Dat zijn embellishments van Seven Gypsies. En die zijn, daar staan ze onbekend, die zijn nou bijna levensecht. Dus het is een hele speciale techniek. Het wordt overigens in Nederland gemaakt. In Lelystad, bij een bedrijf, kwam ik achter. En ze hebben heel veel verschillende soorten. Maar die flessen zijn echt fantastisch. Maar kijk, ze hebben ook... Nee, dit is een beetje een slecht voorbeeld, omdat het heel klein is. Dus dat kunnen jullie waarschijnlijk niet zo goed zien. Maar kijk, dit zijn allemaal glazen flessen. Even kijken of dat goed te zien is zo in beeld. Ja. Ze hebben hele leuke muntjes. Maar ook een bril. Hoe noem je dat? Zo'n ouderwetse leesbril. Of wat dacht je van deze vintage truck? Of deze kaarsenstandaard. Ze zijn dus ook, zeg maar, dik, hè? Er zit heel veel relief in. Of deze flessen. Waterflessen zijn dit natuurlijk. Ik heb hier ook nog een verfkwast.
Een ouderwetse typemachine. Ik vind het gewoon leuk om je even te laten zien hoor, want ze zijn echt zo fantastisch. Wat dacht je van deze lantaarn? Of deze prachtige fles. Zo'n soort oude cologne fles. Een ouderwetse weegschaal. Zo'n hele grote pot. Glazen pot. Met zo'n schroefdeksel erop. Nou ja, zo zijn er nogal wat. Echt super gave dingen. Maar nu gaan we dus verder met de wijnflessen. Die ik uit de verpakking heb gehaald en die we hierop gaan gebruiken. Deze fles, nou, dat is, daar is geen twijfel over mogelijk. Die wil ik op deze, hier op de kurken hebben. Dus die ga ik er vast op plakken. Ze zijn voorzien van een plaklaag. Dus dat is easy peasy. Even kijken hoor, ik denk dat ik hem iets hoger wil. Zo. Oh, eigenlijk wil ik hem niet iets hoger, denk ik. Want deze kaart is wat minder hoog dan het voorbeeld wat ik jullie liet zien. Dus ik ga hem zo doen. Hoe gaaf is dat al? Dan de tweede. Dit is natuurlijk de witte wijnfles. En als je die hierop plakt, komt wel heel erg dat hout er doorheen. Persoonlijk vind ik het wat te veel, alhoewel het natuurlijk zo is dat witte wijn inderdaad transparant is. Maar dit is de verpakking van die flessen. Dus wat ik heb gedaan bij die andere kaart is, ik heb hem geplakt. Kijk, op die wat gelige achtergrond. Dus dat ga ik nu ook doen. En zo kun je gewoon dus de verpakking gebruiken. Zo. En dan knip ik hem uit. Kijk, en als ik hem dan nu hier opleg, dan zie je uiteraard niet meer dat die houtnerf er doorheen. Nou, dan ga ik nu eventjes kijken hoe ik hem dan wil hebben. Hij staat achter deze fles, dus hij moet ook iets hoger komen, anders dan klopt het perspectief niet meer. Maar ik wil hem ook nog ergens op laten staan, want als ik dit doe, dan zweeft hij. Dat kan niet. Dus hier komt dat jutte. Dan komt ongeveer daar de fles. Maar dan ga ik nu eerst eventjes dat hekwerk pakken. En uitknippen. En ik knip hem gewoon af. Bij de, zeg maar, het uiteinde. Zo. En dan ga ik even kijken hoe ver die komt. Ik denk dat ik hem zo doe. Dat ik hem over de mat heen laat lopen. Dat vind ik wel mooi. En dan ga ik hem hier afknippen. Voordat ik deze ging uitstansen, heb ik stickert op de achterkant gedaan. Je weet wel, die lijmvelletjes. Zodat dit dus een sticker is geworden. En dat komt nu goed van pas. Want die kan ik zo afhalen. Maar eerst ga ik de jute opplakken. Even kijken hoe ik hem ongeveer wil hebben. Nou, zoiets denk ik.
Even kijken. Ja. Eens. Ik ben het wel met mezelf eens. Hier nog even dit weghalen. Nu heb ik dit natuurlijk afgeknipt, dus nu zie je overal die witte knipdingetjes. En wat ik dan doe, is gewoon even met een marker even langs de zijkant van het papier. Dit is gewoon een bruine kleur. Maakt niet zoveel uit waarmee je dat doet. Maar zo kijk je niet meer tegen die witte afgeknipte zijkanten aan. Nou, de rest had ik al meegenomen. Dat heb ik overigens ook bij de kaart gedaan. Maar dan met de stress inkt. Nou, ik zie even. Doe maar even zo. Kijk, want ook hier heb ik dus al de rand bruin gemaakt. Maar hier zie je dus dat inderdaad dat het de zijkant van het papier altijd wit is. Dus als je eventjes daar met de stressinkt overheen gaat, of bij de kleinere delen met een marker of zo, dat is echt twee tellen werk. Maar dat maakt het resultaat veel mooier. Dat doe ik trouwens ook, ik ben dat net vergeten, maar ik doe dat ook met de fles, want die heeft dat natuurlijk ook. Dus ik pak gewoon een marker. En ik maak even het meeste van de rand bruin, voor zover dat wil. Natuurlijk wil dat. Maar dat maakt je werk echt af als je dit doet. Hey, Sanjay. Goh, jij hier? Wat leuk. Deze kan hierop, maar eerst moet ik de gesso opplakken. Dus ik ga nog eventjes goed kijken naar hoe ik het wil hebben. Zo. Kijk, door dit te doen, zweeft de fles niet meer. Want die geef je eigenlijk een ondergrond, letterlijk een ondergrond. Dus ik ga nu de jute opplakken. Nou hoop ik dat ik het niet te snel doe, want ik ben vrij snel altijd met opplakken. En dan denk ik, ik had eigenlijk nog dit of dat willen doen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Deze gaat erop. En dan vind ik het wel grappig als die draadjes een beetje hier overheen gaan. Het hoeft allemaal niet zo keurig. Het moet ook allemaal niet zo keurig. Ja, het moet wel netjes, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Ik bedoel, dit kan natuurlijk niet schotse scheef. Dat zou slordig zijn. Maar dit mag wel wat rommeliger. Dan ga ik nu de sticket van de achterkant van dit papier afhalen. Dat plak je er dus op voordat je gaat stansen. Dat mag duidelijk zijn. Voor de mensen die het nog niet kennen. Dus dat doe je aan de achterkant van het papier voordat je gaat stansen. Nou, dit scheelt een heleboel plakwerk. Deze ga ik hier doen. Zo. Kijk, er komen hier nog wat van die dingetjes onderdoor, dat is leuk. Die plakt heel erg mooi. Nu is dit wat dikker geworden, dus hier zit er veel ruimte. Als ik hem nu zou vastplakken, dan zou die fles zeg maar achterover leunen. Dus hier moeten wat van die foam dingetjes achter, maar die heb ik geloof ik niet. Ja, ik heb ze wel, maar dan moet ik weer bij jullie weglopen. Dus dat doe ik zo wel. En wat hebben we dan nog meer? Oh ja, we hebben natuurlijk het woordje cheers. Ja, ik vind hem gelijk goed. Hoe leuk is dat?
Wat ik ook nog heb gedaan, bij die andere kaart, ik zal hem nog eventjes laten zien, heb ik dat zo gedaan. Maar bij deze kaart ga ik dat anders doen. Ik dacht eigenlijk aan zoiets, maar daar kom ik dus niet mee weg. Nou, zo is die ook leuk. Maar dan mis ik net de V. Dus dan zou die zo moeten. Nou, nou. Kan best zo, hè? Ja, ik vind hem goed zo. Even denken of ik die dan nog ga matten of niet. Ik ga in ieder geval wel ook hier de randjes doen. Geen witte randjes. Daar is die ook wel leuk. Ik kan hier niet heel veel mee zakken, want het woord is te lang. Het kan wel, maar dan moet ik hem door de midden gaan knippen. Maar ik denk dat ik hem wel leuk vind zo lang. Want kijk, dan krijg je dit. Ja, dat is leuk. Ik vind hem leuk. Maar ik denk dat ik hem toch wil matten. Het is eigenlijk altijd wel mooier. Als ik hem nou zo doe, kijk, over de rondjes heen. Dan krijg ik dus een blauwe rand als mat. Ik had een hoop uitgedacht, maar dit nog niet. Oh, wacht, ik doe het even anders. Ik ga hem eerst opplakken. Ook hier had ik al tape op gedaan. Zo. Overigens, dit is gewoon een reststukje bruin papier in een bruine tint die natuurlijk goed hierbij past. En dit heb ik geëmbost. Eerst gestempeld en daarna geëmbost. Met een van de teksten uit onze eigen stempelset. Namelijk deze. Loopt iets scheef. Ook al is het maar een millimeter verschil, ik kan er niet zo goed tegen, zeg maar. Kijk, zo moet hij. Kijk,
Dat is beter zo. En dan mag die fles mag daar best overheen komen. Even kijken als die dicht is. En ik denk dat hij toch gewoon daarheen gaat. Is leuker zo. Deze heb ik net als de vorige keer één keer gestanst uit foam. Met sticker op de achterkant. Eén keer gestanst uit een reststukje kartstok. Wat in een tint die erbij past. Ook met sticker. Dus de cheers op het foam. En nu kan ik het sticker eraf halen. En zo hierop plakken. Het sticker is echt zo fijn. Ik vind eigenlijk dat deze ook wel dat ik even wacht hoor. Even wat pakken. Wat heb ik hier? Deze ga ik ook even een beetje ophogen. Zo. En deze komt zo, dus dan ga ik deze zo doen. Dan kan ik gelijk deze kleintjes gebruiken voor achter de fles. En dan weer niet hierachter, want dat komt al op deze verhoging. Dus dit en dit komt nu aardig overheen. Dus ik doe alleen in het midden even twee kleine dingetjes. Ter ondersteuning. Die fles die was natuurlijk zelfklevend, maar omdat ik hem een achtergrond heb gegeven, om hem niet door te laten schijnen, moet ik er nu natuurlijk wel lijm op doen. Dan moet even een half dingetje achter. Nou, het papier is heel erg glad. Dus ik denk dat ik dat beter met tape kan doen. Maar misschien houdt hij wel zo. Dat is de verkeerde kant, Margreet. Dingen die plakken zo erg. Zo, dat is beter. En dan kan die er nu op. Voilà. Zit hij nou iets scheef? Ja, hè? Zo. Nu niet meer. Dat is leuk, hè? Hij is nog een beetje vochtig. Even denken. Dan gaan we met de prikpen wat gaatjes prikken. Ik prik ze even. Ik doe mijn prikpen zo ver mogelijk uit. Want hoe verder je hem uitdoet, hoe dikker de prikpen wordt. Dus hoe
dikker je gaten. Dat is zo direct makkelijker. En dan heb ik hier een prachtige klos met oud, wat is het, een soort juttegaren, gescoord in Frankrijk. Tadaa, daar word ik echt heel blij van. Net als de jute die we ook in Frankrijk hebben gescoord. Nou, nu is het even een kwestie van, de vraag is of ik dat hier moet doen natuurlijk, maar aan de andere kant kost het ook weer niet zo heel veel tijd. Maar dit soort kleine dingen. Oh. Geven net die extra touch aan je kaart. Even een zen momentje. Daar is hij dan. Wat een leuke kaart. Als je het leuk vindt, kun je hier natuurlijk ook nog wat doen. Ik vind het zelf niet heel erg nodig, maar het kan best zijn dat ik morgen denk, nou, ik vind het wel leuk om dat of dat daar te doen. Maar dat gebeurt dan als ik iets tegenkom, hoor. Dat gaat niet bewust of zo. Dus met de flessen van... Met de flessen wijn van Seven Gypsies. Oh, wat ik ook altijd nog doe. Met de flessen wijn van Seven Gypsies. Ik moet even mijn zin afmaken. Worden de wijnkurken nog leuker. Ik heb hem hier natuurlijk afgeknipt. Dus doe ik het even zo. En ook hier. En dan doen we als laatste... Een clipje van Tim Holtz erop. Want, kijk, hij blijft natuurlijk niet van zichzelf dicht. Met zoveel dingen erop. En ik vind het toch leuk als je hem envelop doet. En als mensen hem krijgen, dat ze hem echt open moeten doen. Dus dan doen we zo'n clipje erop. En het staat ook nog een keer superleuk. Beter ietsje hoger doen, denk ik. Want dan schuift hij mooi naar de kurk toe. Oh. Zo. Dus dit is eigenlijk een variant op deze kaart. Op deze kaart.
en op dit label. Dit is het projectje van deze week. Moet hij nog iets dichterbij? Ik zal hem even weer open doen. Zijn er nog vragen? Het is mooi, hè? Het is gewoon echt net roest. Ik zie dat je het op beeld iets minder kunt zien dan dat je hem echt in je handen hebt. Maar dit zijn echt gewoon echt net roestvlekken. Het is echt heel gaaf. Nou, fijn dat jullie vinden dat het mooi geworden is. Want dat is natuurlijk waar we het voor doen. Hier ga ik ook nog wel eventjes aan sleutelen hoor, want dit zit me nog niet helemaal. Maar dat kan ik prima buiten beeld doen. Goed, hij gaat eventjes onder iets zwaars, dan kan hij even goed drogen. Volgende week denk ik wel dat ik ook weer live kan gaan. Het was vandaag een beetje spannend, maar het is toch gelukt. Volgende week zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor onze open dag. Die is volgende week zaterdag. Voor wie het niet weet, wij zitten in Zeewolde. Dat is zeer, zeer, zeer in het midden van het land. Want hier is het middenpunt van Nederland. Ik begrijp dat het niet voor iedereen toch even dichtbij is. Maar Zeewolde ligt net over het water bij Nijkerk en Harderwijk. Dus onder in de Flevopolder. Als richtlijn kun je aanhouden dat het vanaf Zwolle 40 minuten is. Amersfoort is een half uurtje. Utrecht is 40 minuten. Lelystad is een half uur. Almere is een half uur. Dronten is een half uur. Dus dan heb je misschien een soort van eikpunt van hoe ver zou het voor mij rijden zijn. Zeewolde dus is de plaats waar wij zitten. En volgende week zaterdag hebben we open dag. Jolanda de Ronde die komt hier workshop geven met Jellyplate. Renate gaat workshop geven met, dat weten we nog niet. Renate die zit hier, dus die moet ook lachen. Ik moet nog even wat bedenken. Maar ik denk dat het iets met krakkelé wordt. Zegt ze. Ja, ik denk dat het gaat worden. En Max die gaat natuurlijk demonstreren met de Gilding Wax. Uiteraard zorgen we voor voldoende koffie, thee, lekkernijen. En mag je gewoon rondkijken, je mag shoppen, je mag meedoen met wat je leuk vindt. En wij vinden het superleuk als je ons komt bezoeken natuurlijk. We hebben ook nog een aantal workshops op de planning staan. Die vind je in de webshop onder de noemer workshops. En deze kaart vind je ook terug samen met de andere kaarten die ik je heb laten zien. Deze kaart vind je terug, net als alle andere filmpjes die ik heb gemaakt op Facebook, onder het kopje Facebook Live. En onder het desbetreffende filmpje van deze kaart zie je dan ook gelijk alle gebruikte producten. Dus als je niet weet wat ik heb gebruikt of vragen erover hebt, daar staat alles wat ik heb gebruikt. Dank jullie wel weer voor het kijken. Ik weet dat er nooit heel veel mensen meekijken naar deze live-uitzending. Ik zie dat er nu 23 mensen kijken. Een paar hebben er al, die zijn al gestopt. Die denken, nou die slotronde, dat geloof ik wel. Prima natuurlijk. Maar het filmpje wordt naderhand heel vaak gekeken. De reden dat niet zoveel mensen live meekijken is omdat het tijdstip voor veel mensen niet handig is. Maar nou ja, ik moet ergens een tijdstip kiezen. Voor mij is dit het enige haalbare. En iedereen kan hem daar kijken op het moment dat het hem of haar uitkomt. Dus prima zo. Maar ik vind het wel superleuk dat jullie er allemaal bij waren. Want helemaal in mijn eentje staan praten, dat is ook zo wat. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wens jullie een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Dag!